We zullen zien dat een tent. Check dat. Zo in jou. Oh, is kijk. Dat is dicht van hem. Het was een slaapplaats. Amai. Wauw. Goed. Het is 7 uur. De zon begint boven een aantal bergen uit te komen. Nog niet genoeg. Voilà, dat is onze vallei voor van vannacht. Straks zie je dat weer terug. Hè. Moet dat zien. Hoe geniaal. Voilà, zie. En Philippe zal ook wel opstaan binnenkort. Of hij is al wakker en is aan het eten. Ja, ik hoor geroezemoes. Wauw. En laat zien. Ondertussen is er al licht op dat tipje hier in het midden. Er is ietsje meer zon. Maar de zon kan niet zakken omdat de bergketen eigenlijk evenveel stijgt als dat de zon stijgt. Maar dat maakt niet. Het is hier toch warmer dan andere dagen. Kijk, onze taken. En we hebben een buitenkeuken. Normaal doe ik de keuken vanaf het opblaasbaar matras. Dan kun je er op je knieën op zitten, is dan warmer. Maar nu is het zelf niet nodig. Dus, maar kijk, het eten is klaar, dus ik ga koppen in niet nu. Voilà, zie. Slaapplaats van vannacht. Nu geven we weer terug. De zon zit erachter. Daar gaan we naartoe, in die vallei. Het zal een gevaarlijk afdalingsje worden. En, maar ja, kijk, Philippe gaat toch goed iets. We gaan daar geen schrik voor hebben, we gaan gewoon afdalen. Voilà, zie, daar we slapen. Heertje. Helemaal andere sfeer vandaag, nu dat bewolkt is. De zon. Sneeuw heeft een heel ander effect. Je kunt veel minder goed diep inschatten. Hier was dus een meertje dat even vergeten was dat ik kon gaan drinken. Ach ja. Ja, als de zon terugkomt, moet het er allemaal weer totaal anders zijn. Amai. Amai. Zo mooi. Leuk zie. Daar op die neuvel wij slapen. Tussen die rotsjes. En hier hebben we het riviertje van het meertje. En de boomgrens. Helaas. Dat was onze slaapplaats. Ach, het sterren het al. En dat was een deel van het zicht. Ik had er ook niet aan gedacht, jong. Nee, inderdaad. Kijk, daar was ons kamp. Volgende keer gaan we een filmteam moeten meevragen. Ja. En die moeten dat dan maar allemaal zelf uitdokteren. Kijk, en daar, in het midden van beeld, hebben we gisteren geslapen. En nu zijn wij hier, ja. Bijna aan die grens. Goed, is goed. Ideaal, hè? En dan gaan wij zo naar beneden, hier dat pad volgen. Niet dat we het goed kunnen zien waar dat pad is, maar... Ja. Echter. Oh, dat we hier al het een en het ander kunnen zien. Naar beneden. Ja. Zalig, hè? Oh, vent, hè. Ja, ja. Zie je wel iets, hè? Wow. Net de eerste fijne afdaling daar.
Die zit wel onder de bomengrenzen. Ja. Tof, hè. Daar is hij, de hets. En drie mensen die ook naar boven komen. Ja, maar waarschijnlijk met de ski rondon of randonnée, of hoe je dat ook noemt. Dan gaat dat wel wat rapper om te stijgen en vooral rapper om te dalen. Beeldje, hè. Prachtig. Ja, en niet vergelijkbaar waarschijnlijk, hè. Totaal niet vergelijkbaar, hè. Voilà, zie, we blijven maar zakken. We zitten onder de boomgrens. Ja, gewoon. Vent toch. En daar moeten we. Maar ja. Zeg maar ze. Dat is een appartement in Gent, hè. Aan de oude schaapsmarkt, vlakbij Sint-Jacobs. Duidelijk vogeltjes. Wauw. Dat is toch echt geniaal, ze. Wat heb ik hier van? Fictie. Daar is onze drinkpauze. Het is openbaar weer. En straks gaan we langs daar. Oh, dit is fantastisch mooi. Daar is ons openbaar. De zon die er net is. Daar gaan we kunnen drinken. En dan zicht op die berg daar. Hoe geniaal. Fictie, voilà. Het is openbaar hier. Het is vol, hè. Oh. We kunnen hier verder rennen. Net vandaag gekomen. Zo fenomenaal. Ik val dan spreek ik er aan een boom van. Er is hier gisteren een lawine geweest in de buurt. Allee, als je start rond zou dat wel eens doen. Stukje nog. Ja. Ongelooflijk. Mooi. De sneeuw ligt al lang in de zon. We hebben amper grip op de sneeuw hier.
Dus, ja. Gewoon tijd pakken. Hè. Want wij kunnen niet. Nou, we kunnen zien, het is aan de rots achter. Kunnen we niet voorbij en daarom moeten we dus klimmen. Hè. Oh ja. Dat is toch gewoon. We zijn weer op die hoogte, maar we zijn wel van daar beneden moeten komen, omdat wij anders voorbij deze rots niet konden. Ja, we zitten weer op de GR, dus dat is goed, de GR 58 of zo dacht ik. Kijk eens hier, hoe schitterend. We gaan een detour doen tot op die rots, dat we dat mooi kunnen zien. Oké, dus even uitleg. Van in die vallei daarboven komen we. Dan zijn we afgezakt. Nu hier via dat paardje. Dan komen we hier vol voor. En wat komen we hier tegen? Een bloemenveld. Een fenomenaal schoon bloemenveldje. Kijk ze. Prachtig. En vandaar kwam hij dus. Maar kijk, wat ik vooral wil doen, naast dat bloemenveld, en van waar dat ik kwam, is daar zie. Wat een mooie vallei. En daar in de verte, de Mont Viso. Toen ik hier toe kwam, zat hij nog niet in de wolken. En nu net wel, kijk. Ja, eerst maak ik dan mijn batterij kunnen opladen. En dan ondertussen in de wolken. Fantastisch. Lazi. Daar kunnen we hem zien. Klein beetje gewacht dat de wolken al weg zijn. Een beetje het landschap inbeelden waar dat we hier zijn. Geniaal. Geniaal, 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 geniaal. Nu ga ik ook een keer naar op die top daar gaan stappen. Daar stonden we net. Vanuit die vallei zijn wij gekomen. Die scherpe punt. Is het al we zagen als we aan het slapen gaan. Monte Viso. En kijk, Philippe is al aan het terugkomen. Zie. Ja, absoluut. Dat is onze openbaar, daar hebben we niet. En daar hebben wij slapen. Dan zijn we naar beneden gekomen. Ik laat nog mijn telefoon, maar dit wil ik natuurlijk niet missen. Hè. Ja, ja, daar is mijn visio. Daar is mijn hut. Nice. En nu gaan we naar daar beneden. Wauw. Weet je dat we daar weer kunnen drinken? Ja, ik ben er even vandaag aan kunnen drinken. Oh, kijk, en daar ga je naar beneden. Ja, ze zijn net nog een keer drinken, ingetankt. Het is al wat pad is hier nog. Nu zijn we hier in de laatste kilometer. Hè. Totdat we aan de navet zijn en dan moeten we ergens van twee busjes terug. Dat is niet meer zo interessant. Hè. Dan komen wij weer bijna in het dal uit. Hè. Kijk, was mooi. Het gaat schitteren. Oh. Kijk, ik hier wat voor schoon vallei. En Philippe zei mij net dat hier de Giel is. Dus we hebben er vorig jaar een stukje van gepaddeld. Natuurlijk meer stroomafwaarts. Maar nu kijk ik dus benieuwd of dat daar aan die Giel ook openbaar is. Hè. Hier is het duidelijk dat we meer in de bewoonde wereld komen. Kijk, van die houten paukjes en van die toestanden. Machtig. Ja,
zal hier een van de laatste keren openbaar zijn. Ze. Nadien, ja, gaan we wel zien. Hè. Voilà, zie. Vandaar komen we. En dan gaan wij door naar het dorp. Kijk, zie, vandaar komen we. Hier zitten we weer een beetje in de meer bewoonde wereld. Hè. Waar de gewone mensen sporten. Zoiets. Ja, morgen houden we het misschien een stukje lager. Laat me. Daar gaan we naartoe.